positioneren en ook daar. Dit is er ook gemakkelijk. Pas op, blijf staan daar. Pas op. Ze zijn er vooraan. Come on, man. Come on.
Handwet. Even wachten erop.
zijn het ook met wegdek. De hele meute die zo dadelijk hier op de eindstreep af gaat stevenen. We gaan uiteraard hier ruimte vrijmaken en onze plaats opzoeken achter de dranghekken. Want we gaan het hele peloton weer krijgen voor de finish vandaag hier in de meersrace. Wie gaat het halen? Gaat bijzonder snel om gesprint worden. Dus één coureur die met fietslengte voorstuurt die gaat winnen. Dat vanaf een meter goed gaat halen. Geweldige zegen. Mooi heeft hij. Dat hij vandaag in de wedstrijd met perfecte stappen heeft gehad, een mechanisch effect. Toen er aansluiting voor een van de favorieten kunnen zijn voor de zegen. En we houden het hier met de gemak, zo leek het op de man die nationaal baan omgeving kampioen is geworden. Mooi heeft hij. Kijk dat ik zo in. Klaar voor jongen. Heel erg goed. Super! Echt gefeliciteerd, Roy. Dankjewel, man. Hartstikke goed. Dankjewel. Super! Hey. Dankjewel, man. Dankjewel. Fantastisch, jongen. Ja, dankjewel, man. Ik kom gewoon in de bus. Bestuur, jongens. Dankjewel. Ik heb een truitje nodig gehaald. Ja, ik sta hier bij de winnaar van de Sprint kon ik gewoon 300 meter voor de eindstreep gaan gaan en nou, niemand kan weer in de buurt. Je kwam met een behoorlijke voorsprong over de meet. Is een van jouw sterke punten, sprinten? Ja, dat is zeker een punt waar ik heel erg in het ontwikkelen ben. En, wat ik steeds beter begin te doen. Dus. Ja, ik kan wel aardig. Dus, de eerste wedstrijd in de beloftecompetitie 2011. Wat is je doel voor 2011? Probeer zo hoog mogelijk te eindigen in die beloftecompetitie. En hopelijk ook nog een andere koers kort rijden. Jos, okay. Bedankt. Nogmaals gefeliciteerd en succes met de carrière. Ja, dankjewel. Hey, succes ook. Ja, dankjewel. De laatste namens Meers komt hier even bij ons staan. Die gaan ons dadelijk assisteren. Dit is dus de 30e uitgave van de klassieker die de naam Meers Race heeft. Het is een groot stuk promotie voor jullie bedrijf. Absoluut. 9e keer, dus ik denk volgend jaar toch 10e keer. En met dit weer is het een genot om hier te zijn voor dit jaar. En ik weet dat heel veel wielerfanaten het veel mooier vinden als het slecht is. Maar ik vind de zon overgroot hierop. En als ik die jongens weet, zie ik daar geweldig. Hartstikke. En dan krijgt een prachtige bokaal voor de winnaar. Voor mij heeft een geweldig applaus. Hij krijgt ook de Nijlstuin van het jongerenklassement. En wat nou dat Niels Kool is, hadden we graag hier bij ons voor het uitreiken van de prijs van de strijdlust aan Jan Kroeps. Nogmaals applaus, hier staan ze. Prachtige podium. En prachtig rentezonnetje vandaag. Ik zei al, vaak vandaag de organisatie krijgt vaak het meer wat ze verdienen. Dat hebben we als organisatie wel verdiend. Ja, moet je deze nog? Die staat er aan.